Goedemorgen allemaal, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is eigenlijk al middag, maar ik ben deze ochtend bezig geweest met mijn mail en met het opnemen van een video die gisteren voor jullie online is gekomen. Hier kan je een klein beetje de ravage zien, maar ik heb een video gemaakt die over 15 verschillende adventkalenders gaat. En ik vond het zo leuk om te doen en ik heb echt geprobeerd om jullie een beetje te inspireren en leuke tips te geven en zo. En ik denk dat er in de comments ook heel veel leuke tips komen, dus neem zeker even een kijkje als je dat leuk vindt om te zien. Ik moet over een uurtje bij de fysio zijn. Ik ga daar al best wel lang heen omdat ik nek en rug en schouderklachten heb. En soms gaat het weer beter en dan weer minder. En nu heb ik niet echt goed mijn oefeningen gedaan, want ik vind het zo saai. Maar ja, dat ga ik wel even eerlijk zeggen. Want mijn fysio die kwam er ook laatst achter dat ik vlog. Ik zeg dat nooit gelijk als ik mensen ontmoet. Maar er was laatst een stagiaire aanwezig toen ik daar was. En toen ik weg was, had zij iets gezegd van, ja, weet je wel dat Bonnie heel veel volgers heeft? Dat ik ook denk, nou, ik ben ook weer geen Monica Geuze. Maar hij was helemaal van, wow, ik wist het niet en zo. Dus, nou, ik denk niet dat hij dit kijkt, maar ik ga in ieder geval niet doen alsof ik mijn oefeningen heel goed heb gedaan, terwijl het niet zo is. Dat is echt iets met vloggen, joh. Je valt echt heel snel door de mand als je bijvoorbeeld ergens niet heen wil en je zegt dan, ja, nee, ik kan die avond niet. En vervolgens zit iemand dat je gewoon die avond thuis op de bank zit chips te eten, dan val je wel een beetje door de mand. Dus het dwingt je goed om heel eerlijk te zijn over dingen, waar ik sowieso wel van hou. Maar ik wilde er eigenlijk heen gaan wandelen. Alleen, ik denk dat ik het eigenlijk niet meer haal en het regent ook. Ja, ik moet eigenlijk gewoon nog lunchen en ik moet nog een paar dingen afmaken. Dus ik ga toch maar op de fiets en dan ga ik vanmiddag wel wandelen. Want ik wandel elke dag, als je dat nog niet wist. Ik heb dus een app waarin ik mijn stappendoel bijhoud. Die app heet Steps Plus. Ik krijg er altijd heel veel vragen over. Nou, vandaag heb ik 733 stappen gezet. Maar ik zet dus elke dag minimaal 7000 stappen en het liefst meer. En dat kan je dan hier zien. En het leuke is dus dat ik een streak heb van 242 dagen lang heb ik al 7000 stappen gelopen. En 7000 is niet per se heel veel. Maar het betekent dus ook dat als je een dag helemaal geen zin hebt om iets te doen, of je bent brak, of je bent ziek, of wat dan ook, dat je toch nog meer dan een uur moet gaan wandelen. En dat hou ik dus eigenlijk al sinds 1 januari vol. Dus ik ben echt super trots. Want als ik het nu één dag niet doe, dan begin ik weer bij 1. En nu ben ik zo ver in die streak dat ik het gewoon niet kan verbreken. Dus ik moet elke dag wandelen. Oh my god, ik zit deze vlog te editen en ik zit zo te kijken van, hun langste streak is 242, maar current streak 49. Dus ik denk, huh? Hoe kan dit? En ik kijk dus hier in mijn telefoon en ik heb blijkbaar op 8 september het niet gehaald en mijn streak verbroken. Ik ga echt even janken hierom. Oh, wat vreselijk. Maar ja, ik hou niet zo van sport, maar ik vind wandelen wel gewoon heel leuk. Maar stel ik zou hem op 10.000 hebben staan, nou je ziet het al, dan zou ik het gewoon bijna nooit halen. Dat doen mijn ouders, maar ik vind dat zoveel werk. Ik ben weer terug van de fysio. Het was heel chill. Het was alleen een beetje jammer, want hij gaat ergens anders werken. Dus dat was de laatste keer. Dus nu krijg ik een opvolger. Dus ik moet maar hopen dat hij net zo chill is. Maar ik heb één dingetje gekocht in de stad en dat wilde ik even aan jullie laten zien. Ik ben hier echt al super lang naar op zoek, maar ze hebben het steeds niet bij mijn Action. Namelijk een zoutlampje voor €6,95. Echt. Hij zit heel strak ingepakt. Ik vind het echt heel raar, want hier zit een soort bruin spul en hier niet. Ik ging eerst even kijken of het überhaupt doet. Oh, huh? Ik kan het er wel afwrijven. Of hoort dit echt? Is dat normaal bij een zout? Ik ga hem even schoonmaken een beetje. Misschien is dit een hele domme vraag hoor, maar hij is ook heel erg nat. Ik heb het even aan Sarah gevraagd en die zegt dat het gewoon een beetje vettig hoort te zijn. Dat hoort bij zo'n zoutsteen. Dat wist ik dus niet. Maar ik kan niet echt geloven dat dit werkt of zo. Oh, wat sfeervol. Dit is mooi. Nou, hij is nu helemaal zo flikkerig bezig. Oh, dit is echt. Misschien had het lampje niet goed aangedraaid. Het is moeilijk op beeld vast. Nou, blijkbaar niet vast te leggen, maar hij flikkert heel erg. Misschien helpt het als ik gewoon een nieuw lampje erin doe.
Alleen ik weet niet of ik wel zo'n klein lampje heb. Ik ga even kijken. Ik heb dus wel deze, waarvan de fitting even groot is. Maar ja, het bolletje zelf is natuurlijk veel te groot. Maar dan weet ik in ieder geval even of het aan het lampje ligt. Of dat ik echt dat ding moet gaan terugbrengen. Oké, het ligt dus aan het lampje. Maar dit kan dus niet door dat gat, lijkt me. Nee. Oké, dan moet ik dus eerst een nieuw lampje gaan kopen voordat ik hem kan gebruiken. Jee. Ik heb hem nu daar rechts op de schouw gezet en dat vind ik er wel heel leuk uitzien. Ondertussen ben ik even in shock, want ik hoor Lana Del Rey uit Nix kantoor komen. Wat ben jij aan het luisteren, meneertje? Daily mix. Leuke mix? Ja, ik denk dat die voor jou aan staat, per ongeluk. Wil je lekker thee aan het drinken, schat? Heerlijk, ik heb naar alle cijfers te kijken. Het is nu een paar dagen later en ik heb een heel klein lampje gekocht. En nu werkt die gewoon helemaal naar behoren en ben ik er super tevreden mee. Hij ziet er gewoon zo mooi en sfeervol uit. Dus echt een leuke budgettip bij de Action. En ik heb nog iets gekocht een tijdje geleden. Namelijk deze drie kaarsen. En wat zou ik hier nou mee gaan doen? Als je ook maar enigszins een beetje dezelfde mensen volgt als ik. En ook een beetje dezelfde smaak hebt als ik. Dan heb je ongetwijfeld die spiraalkaarsen voorbij zien komen. Op Instagram en op YouTube. En ik zag bijvoorbeeld in de vlog van ME. En op de Instagram van heel veel mensen die ik volg. Dat zij zelf hebben geprobeerd om ook die spiraalkaarsen te maken. Want het schijnt helemaal niet heel moeilijk te zijn. En ze zijn meestal best wel duur. En deze kaarsen heb ik voor 45 cent bij Sostrene Grenne gekocht. Ik zag wel net ergens staan dat het niet met elke kaars werkt. Dus zal je net zien dat deze niet lukken. Maar het lijkt me heel leuk om te proberen. Het enige wat je dus hoeft te doen is heel heet water in een vaas of zo doen. En dan moet je deze een aantal minuten erin leggen. En daarna kan je met de deegroller een plat maken en er een spiraal in draaien. Nou, ik dacht dat moet ik natuurlijk proberen en het ook even vastleggen voor jullie. Ik heb me eerst gemaakt. Nick komt kijken. Een soort schroef? Ik vind het nog best wel mooi eigenlijk. Ja, maar moet het niet meer? Nee, zo ziet het bij iedereen er wel uit die het doet hoor. Maar ik dacht echt dat het veel lelijker zou worden. Ik vind het ook nog goed gedaan, Bob. Dank je. Ja, ben je. Ja, hè? Hoe heb je dat dan gedaan? Ja. Met deze staaf. Ja, daarmee heb ik het plat gemaakt. Ik heb het met de hand gedraaid. Ja, moet je eerst plat maken? Ja. Dan kan je die gewoon om een soort stok heen doen. Een soort kwast. Nee joh, want er komt er een soort gat in het midden waar je je vinger in kan doen. Dat weet ik niet. Ja. Maar kijk jongens. De ene plek is mooier dan de ander, maar... Ja, vooral die onderkant is nu heel raar, maar dat steek je natuurlijk ergens in. Maar wil je anders als die andere twee zo zacht zijn ook eentje maken? Nee. Oké. Okay. Graag of niet. Oké, ik ben klaar. Ja, het is allemaal niet heel mooi, maar op het eerste gezicht wel leuk. Dit is die soort van mintgroene, maar die roze is echt een beetje mislukt. Want die probeerde ik dus gewoon heel strak te draaien. Dus in het begin dacht ik, wow, dit wordt cool. Maar er zitten gewoon op verschillende plekjes toch een soort scheurtjes en... Ik heb eigenlijk te strak gedraaid bij die roze, dus ik zou het niet too much doen. Maar zo als geheel ziet het er wel heel leuk uit, zeg. Ook wel echt door de kleuren die ik heb gekozen, vind ik. Echt jammer van die roze wel. Hieronder zit ook een hele scheur en dat kreeg ik dan ook niet meer echt goed vast, zeg maar. En heb ik best wel schots en scheef. Ik ga ze even nog ergens inzetten. Heet schat. Wat ga je doen? Ja, ik wilde eigenlijk mijn pyjama doen, maar toen bedacht ik dat we nog boodschappen gaan doen vanavond. Dus ik heb Was je het vergeten? Ja, ik heb geen zin. Kon jij niet? Nee, want we zouden zware dingen hamsteren, dus dan zou jij buiten wachten en meetillen. Ik ben gisteren al geweest.
Nou, anders probeer ik het wel op mijn fiets. Nee, we hebben het wel nodig. We gaan een heel erg herfstachtig gerecht eten. Ja, en dat ga jij maken. Nee, dat ga jij maken. Zal ik het laten zien? We hadden het toch verdeeld? Jij had het verdeeld. Oh, trouwens, zal ik deze hier opzetten? Oh. Zo, daar gaat de muur. Moet je niet eerst even de onderkant smelten in de fles of zo? Nou, ik ga ze toch niet in die branden. Oh, dan kun je gewoon naar kijken. Ja, dat is voor de sier. Die roze is echt afgrijzelijk. Misschien ga ik die wel branden. Ah, dat ziet er allemaal niet uit. Nee. Ik vond ook zo lekker leeg op die kast. Gewoon mooi twee grote planten. Dan... Waar zal ik ze dan zetten, schat? In jouw kantoor? Op de wc. Wow, echt zo'n opgemmeke. Nou, ik kan dit ook niet helpen. Onze nieuwe vuilnisbak is er. Ja. Dit is hem. Hij is van Meet. Hij is prachtig. Ja. Hij doet echt goed. Ja. En wat we gaan eten vanavond is spruiten, geloof ik of niet. Helemaal de spruitsmaak gebakken. Dus ik ga de spruiten maken en Nick zou de herfstfriet maken. Alleen we weten even niet hoe we dit lekker gaan maken. Hier staat op dat ze het alleen maar met olijfolie doen. Maar we kunnen toch wat kruiden eroverheen doen? Wat zout. Ja, wil ik het alleen maar? Want waar bestaat het uit? Pastinaak, zoete aardappel en biet volgens mij. Ja, ik zou niet weten wat bij allemaal van die dingen lekker is. Kijk, geet mijn nagels herfstig gelakt ook nog. En dan kruiden. En wil je dan nog iets erbij van een vleesvervanger? Oh ja. Oeh, MC2 bacon. Wil je die? Oh ja. Oké. Okay. Nou, we laten zien hoe het wordt. Heerlijk deze nieuwe vriezer, joh. Alleen, ja, ik hou gewoon niet zo van spruitjes, heb ik nu geconcludeerd. Maar het is niet dat ik het echt vies vind. Het is een beetje zoals broccoli, dat eten we ook één keer in de 2-3 weken. Geniet nooit echt, maar ik krijg het prima weg. En ik had dus een heel lekker honing-mosterdsausje gemaakt. Of tenminste, ik had de spruitjes eerst 10 minuten gekookt. En toen had ik ze in boter gebakken met 3 eetlepels mosterd en 2 eetlepels honing. En dat maakte het wel echt heel lekker, hè? Ja. En wat had jij nou gedaan met die friet uiteindelijk? Zout. Alleen zout? Ja. Oh, dat vond ik ook lekker. En we hadden nog de vegetarische slagerburger. Maar we gaan nu even naar de Albert Heijn, want daar zijn onze kattenbrokken in de aanbieding. Dus dat wil ik even inslaan. Oh ja, en ik zeg er toch maar even bij. Vorige keer zag je ons in de vlog ook weer naar de supermarkt gaan en zo. Toen kreeg ik 2 privéberichtjes, heel lief hoor. Maar zo van, hey, je moet echt niet samen boodschappen doen nu. Maar... Nick was toen gewoon naar de Kruidvat en ik naar de Albert Heijn. En nu weer wacht Nick buiten in de regen en ga ik alleen. Maar we gaan meer samen, zodat... Ja, regent zodat, het? Ja. Zodat we het samen kunnen tillen. Of gewoon voor de gezelligheid. Wil je in je vingers knippen voor een shoplog? Wacht. Voorback. Zie je echt tegen, hè? Wat bedoel je? Nou, ik kwam eigenlijk voor de brokken. Want die waren tweede gratis. En we hebben altijd... lekker buiten serie te kijken, schat. Heb je serie gekeken? Ja. Ik was echt maar 10 minuten binnen. Maar ik vond het echt jammer, want ik dacht, ik ga letterlijk 8 zakken brokken halen. Dan heb ik er gewoon 4 gratis, bespaar ik 20 euro. Ik heb er precies 0. Ze zijn volgens mij uit het assortiment, onze Purina, Spirulina brokken. Maar het was wel in de sales toen ik zag jezelf. Ja, ze staan wel in de app, maar ze hebben het niet meer bij die Albert Heijn. Ook niet op de andere waar we gaan. Nee. Misschien moeten we dan naar nog die andere. Ikzelf. Nee, Benthuizer. Nee, die is echt heel klein. Het is een vrij Het is een vrij belang. Like the I used to know. Bijna kerst, hè? Maybe it was listen. I'm dreaming of a white Christmas. Hey, dat is jouw favoriete kerstnummer.
Ga je? Nee. Wat? Wat is de move? Of een naam. Dus zo. Mogen we ook mijn favoriete kerstnummer? Ik moet er oh, Natalie, it's Merry Christmas to you. Lots of fun. Oh, my darling, it means a Merry Christmas to you. They don't know the time of year. So silly. Dan zet ik mijn hoofd dan achter de beweging aanbouwen. Mag ik nog eens wat doen? Ik heb een paar energy drinks gekocht. Ik ga niet zeggen hoeveel. Op je gezicht dan. 1, 2. Zullen we het doen om de beurt heen? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dat was echt zichtzaam. Ja, wij drinken altijd deze van Albert Heijn. Maar Nick ging me heel hard uitlachen dat ik er 12 kocht. Maar ik zei van ja, ik denk dat we er wel 4 per week drinken. Hebben we toch voor 3 weken een voorraad? Hoe laat is het? Geen tijd voor een energy. Ik heb jam gekocht voor Nick. En ik mocht zelf kiezen welke smaak. Oh, verrassing. Het is vrucht. Van Bon Maman. Van Broos, zo van Broos, minder suiker. Oh, dat is wel jammer. Ik dacht, misschien is dat ook lekker. Wijn. 1, 2. 4 kattenvoertjes. Knoflookbroodje. Uitjes. Yes! Hema pakketje. Ik wil komende week een pakketjes-unboxing opnemen. Van allemaal verschillende dingen die ik gekocht / toegezonden heb gekregen. Dus ik denk dat dat de volgende zondag video wordt, want ik heb echt... hele leuke, echt verschillende dingen. Dus spellen, boeken, kleding. Gewoon dingen die jullie over het algemeen leuk vinden om te zien. Havermout. Volkoren. Voor pancakes en zo. Navulling van de zeep. Kaas voor Nick. Zuurkool. Heb ik voor een recept nodig waar ik morgen een post mee ga shooten. Pompoenblokjes. Bofkipburger. En de Little Willys. Die zijn ook heel lekker. Waar zijn die zegels nou voor? Pannen. Wil je dat? Ja, misschien kunnen we zo'n gietijzeren pan of zo. Leuk. Dit is dus de Sport BH. Ik vraag me altijd af, hoe zit dat nou met meiden die zeg maar in zo'n blote buik aan het sporten zijn? Is het dan gewoon alleen de Sport BH wat ze aan hebben?